Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boekenflits van Lees Detectives. Dat zijn wij. Wij hebben nu een plaat tussen. Het is waanzinnig. Want wij doen ook mee met de hype die corona heet. Ja, dat is echt de hype. We gaan vandaag een Boekenflits op een iets andere manier invullen. We hebben drie boeken uitgekozen die een reeks zijn en een fantasy-achtig iets hebben. Ja. En, dat is wat we draait in die boeken heel erg om fantasie. Ja. En het zijn drie hele goede boeken. En we gaan er iets langer bij stilstaan, omdat we er zo fan van zijn, denk ik. Toch, Sander, stel je voor. Ja, neem me mee. Stel je voor, je hebt de mogelijkheid om, als je een boek leest, dat boek open gaat. En dat je dan in die wereld kan stappen, letterlijk. En dat je zo het verhaal doorgaat. Dat, bij elk boek dat ik wil. Dat, ja, maakt niet uit wat je horror. Dus alles, ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja. Dat je ook een keer ja, niet in een horrorboek in stappen. Maar de mogelijkheid om een boek in te stappen, welk boek je ook wil. Dat is toch cool? Zeker als je een beetje ADHD bent, weet je wel, dan denk je van nou, dan, om dan heel zo'n boek door te bladeren. Ja. Maar als je het beleeft, dat is echt vet, lijkt me. Het boek gaat over Mathilda. Ja. En Mathilda, die woont in een boekenwinkel. Van de opa en oma, want de moeder die is weg. En de vader ook. En ze weten eigenlijk niet waar die zijn. En op een dag komt ze erachter dat zij kan boekdwalen, heet dat. Dus dat je in een boek kan stappen, dat je daarin kan. En dat je in die boeken ook personages kan ontmoeten en dergelijke. Dat kan zij, als enige? Dat kan zij. Zij is de enige die dat kan. Oké. Okay. Nee, zij is niet de enige die het kan. Want haar opa en oma komt ze achter, die kunnen dat ook. Oh, en dan komt er dus een heel groot geheim tevoorschijn. Namelijk, er is niet een gewone bibliotheek, maar ook een onderbibliotheek. En in die onderbibliotheek, er zijn heel veel andere mensen. Ja. En ook een hoofdonderbibliothecaris, zoals ik dat mag noemen. En die zorgen ervoor dat mensen die boekdwalen, dat het veilig kan gebeuren. Oh, dus een soort oppassers. Een soort oppassers. En op een dag komt Mathilda bij een aanwijzing voor waar haar moeder dan is. En dan ontpopt een heel groot verhaal. En het loopt tot deel 3. Ja. En het leuke is dat ze eigenlijk ook heel veel schrijvers, maar ook heel veel verhalen, gaan ze door. Dus ook heel veel ouderwetse verhalen. Daar maak je kennis mee. En dat maakt gelijk ook wel weer de zin om zo'n boek te lezen. Bijvoorbeeld Anne met het Groene Huis. Van het Groene Huis. Nou, er is niemand die dat nu denkt van, nou, dan ga ik nu lezen. Maar door dit te lezen, denk ik, oh, dat lijkt me toch best wel een keertje interessant. Dan kan je beleven. Waarom het nou een groene huis is. Daarom. Ja, je hebt ook geen idee wie of wat wel. Anne het Groene Huis, nee. Nee, nou, oké. Wat is Anne het Groene Huis? Jongeren, kijk eens onder ons. Anne het Groene Huis is een klassiek kinderboek. Dat gaat over Anne met een E, dat is ook een serie geworden. Het gaat over een meisje. Ik ga het niet helemaal uitleggen. Ik ben nu wel geïnteresseerd door het Groene Huis. Maar daarom moet je het dus weer gaan opzoeken. En dat je dus in zou kunnen duiken. Daarom. Zie je meestal in een groen huis. Dus heb je, wat je net zegt, over een soort magische serie met een magische serie te maken. En waar je in dus in boeken kan duiken, tenminste, dat kan Mathilda. Ja. Heb je nog verder, voor wie is dit bedoeld? Wanneer moet je het lezen? Ik denk, als je gek bent op boeken, als je geïnteresseerd bent ook in klassiekers en in boekgeschiedenis. Zoals Anna en het Groene Huis. Bijvoorbeeld. En Alice in Wonderland, komt vooral in deel 1. Die had ik wel gekend. En dan heb je nog een aantal andere sprookjes. Die er in deel 2 weer terugkomen. Deel 2, hè? Ja. En deel 3 komen vooral schrijvers. Oude schrijvers er terug. Oké. Ja, dus dat en dat is allemaal waarheidsgetrouw? De schrijvers en de boeken wel. Oké. Maar de verhaal wat er doorheen is. Ja, precies. Maar er zitten wat echte namen zijn erin gebruikt. Zeker. Nou. En dat is een bovenbouw boek? Dit is zeker bovenbouw of over, ik denk zelfs middelbare school. Zou je het ook kunnen lezen. Oké. Ja, dus ik denk groep 7, 8, middelbare school. Of kinderen die wat jonger zijn, maar daar wel allemaal aan toe zijn. Dus zoek je nog een leuke serie voor in de bovenbouw, dan kun je Pages & Co. aanschaffen. Van uitgever? Van uitgever Veldman. Veldman. Oké. Okay. Ja. Ja. Klinkt leuk. Ja, daarom. In een boek verdwalen. Dat doe je natuurlijk eigenlijk al, hè? Eigenlijk als je al in gedachten, maar dan ben je er ook echt. Het is net Jumanji als je er niet filmt. Alleen ja, je vraagt gelijk tegenwoordig alles met Jumanji. Ik heb van twee vergelijkingen vandaag gehoord. Ja, je begint toevallig heel de verhalen die je met Jumanji kan vergelijken. Ik verzin dat ook niet. Voor mij heeft er gisteren Jumanji net zitten kijken. Ja. Van een goede film gestapt. Nee, maak alles vergelijken. Gewoon. Je bent nu Erebos aan het lezen. Dat is ook een spel. Een soort Jumanji is dat. Ja, ook een soort Jumanji. Zeker, ja.
Daar heb ik ook, gaan we naar het volgende boek. Ook een soort Jumanji. Ja, dat dacht ik al. Het is de serie Starfell. Ja. Eigenlijk is van dezelfde uitgever. Veldman uitgevers. Daar zijn inmiddels 2 delen van verschenen. En ik word van dit boek word ik al vrolijk als ik de kaft zie. Ja, die is cool. Hè? Die zit je voet op. Oh, hoor je dat? Ik weet niet of je dat door die plaat heen hoort. Maar dat kan hiermee ook hoor. Ja. En deze serie gaat over Willow Moss. En dat is een heksje die eigenlijk denkt dat ze niet zoveel magische kracht heeft. Want ze kan dingen die kwijt zijn, kan ze weer tevoorschijn toveren. Dus ze wordt vooral door medebewoners van het dorp ingehuurd. Om als er een kat kwijt is of een bezem of een diepvriesmaaltijd. Dan wordt ze ingevlogen om die dingen te vinden. Terwijl er de rest van de familie wel wat meer magische krachten bezit. Dus het begint eigenlijk heel triest van ja... Wat doe ik eigenlijk op deze wereld? Wat is mijn rol daarin? Tot de grootste heks van heel Starfell op de hoek van de straat verschijnt. Morag Vane. En die zegt van, ik heb jouw kwaliteit nodig. Want, de titel zegt het al, de zoektocht naar afgelopen dinsdag. Dinsdag is verdwenen. Als ze mensen op straat vragen wat er dinsdag is gebeurd, hebben ze eigenlijk werkelijk geen idee. Ik denk wel dat als je 1 dag zou weghalen in de week, toch dinsdag zou dat wel een goede kans hebben. Wat staat jou niet aan dinsdag dan? Weet ik niet, het is gewoon tussendoor. Ja, dat vind ik geen goed argument. Het lijkt op Jumanji. Dinsdag, wat? Bevalt er niet aan dinsdag? Ik dacht gewoon een beetje saai door de weekse dag. Denk want over het algemeen, als je dan leerkrachten vraagt, is het donderdag. Donderdag, ja. Donderdag staat wel op 1 of 2 wel. Ja, want normaal gesproken moet je dinsdag trainen voor de voetbal. Dat staat je dus niet aan, die sla je het liefst dat over. Is het, ja. Dat zie je. Oh. Kijk, hier zie je ook de map van Starfell. Ik zal hem even hier langs deze plaat heen laten zien. Zie je ook Vesperia. Ja. En dan moet dus ook Nolan bijwijlen, die een belangrijke rol gaat spelen in de serie. In deel 2 is het ook die Nolan die aan het begin wordt ontvoerd. Want op een gegeven moment, als hij de toekomst in kijkt, dan slaan zijn ogen eigenlijk een soort op wit. Dan slaat hij op tilt. Valt hij eigenlijk een soort van flauw. En dan ziet hij op een gegeven moment dat hij ook weer 10 seconden wordt ontvoerd. Nee. Dat lijkt me wel. En dan schrijft hij heel snel een briefje richting Willow van je moet me helpen. Ja, dan moet er een zoektocht plaatsvinden om Nolan bijwijlen weer te vinden. En ja, dat is eigenlijk de strekking van deel 2 waar ze naar de onderwereld gaan. Deel 3 is ook onderweg. Ja, klopt. Ja. Dus deze serie is nog niet klaar. Dus je kan nog instappen en die releases van die boeken kan je mee beleven. Top. Maar dit is dus ook een hele mooie magische serie van Starfell met dus een heks. In de hoofdrol en niet een tovenaar zoals Harry Potter. Is ook leuk. Je ziet als Hermeline die de hoofdrol heeft. Nou, ik vind het wel een mooi bruggetje. Zijn we klaar? Nou, kijk. En dit hebben we niet van tevoren afgesproken. Nee, niet. Maar nee, we verspreken heel weinig tevoren. Dat ze hier zitten is al een godswonder eigenlijk. Ja. Nee, over magische vrouwelijke karakters gesproken. Eigenlijk hebben ze dat alle 3. Want Peter Co. Het gaat over Mathilda, dat is ook een meisje. Mm-hmm. Dat heb je eigenlijk ook met Nevermore. Nevermore. En Nevermore, daar ben ik verliefd op geworden, Sander. Dat maar is dat een serie of is Nevermore ook een vrouw? Nee, Nevermore. Nee, Morgan Crow is de vrouw, of is het meisje eigenlijk. Yeah. Daar gaat het over. Op de serie ben je verliefd geworden. En er gaan allemaal geruchten dat het verfilmd gaat worden. Ik wil dat het verfilmd wordt, want het wordt wel zo gezegd. Dat is het nieuwe Harry Potter. Nevermore. Waar gaat het over? Ik leg de lat nu al heel erg hoog. Ja, dat kan ik net zeggen. Nevermore gaat over Morgan Crow. En Morgan Crow is een meisje. En die wist al van de dag dat ze geboren was, ze is vervloekt. En de mensen in de stad wisten dat ook. En natuurlijk heeft dat altijd een beetje, dat is hetzelfde bij mensen die vervloekt zijn. Maar zij krijgt werkelijk waar overal de schuld van. Oh. Dus als iemand valt op het ijs omdat zij net voorbij liep, dan is het Morgan's schuld. En als de soep verpest was in het huis, dan is Morgan's schuld. En op een dag... Gemakkelijk. Ja, dat is zeer gemakkelijk. Dat zeg ik ook altijd als de video niet goed op beeld staat. Dan geef ik Janiek de schuld. Daarom. Alleen het verschil tussen mij en Morgan... ja, daar ben ik niet heel benieuwd naar. Dat is dat Morgan op een dag doodgaat. Oh. Dat vind ik wel heel erg... Ik ga ook op een dag dood, maar zij weet van tevoren dit gaat binnenkort gebeuren. Dan wordt ze voelt dat ze dood gaat. Ze wordt opgehaald door een meute. Ja. Een meute. En op de dag dat ze wordt opgehaald, komt er een hele mysterieuze man met rood haar. Ja. En die neemt haar mee. Vlak voordat ze wordt opgehaald. En ze moet rennen. En zij gaat ineens een hele andere wereld. Namelijk de wereld van Nevermore. En dat is een hele magische wereld. Waar katten en honden en eigenlijk alle dieren gewoon met elkaar kunnen praten. Als mensen. En gewoon leven als mensen. Waar
waar tovenaars zijn, waar drakenrijders zijn. Ja. Zij moet op dat moment, en dat is vooral in deel 1, moet zij zich bewijzen en moet zij ervoor zorgen dat zij in een bepaalde community, of een bepaalde commune komt, waar zij eigenlijk thuis hoort en waar zij floreert. Maar er komen nog minimaal 3 of 4 delen. Dat is al bekend, dus dat is super interessant. Dus dit is echt, dit boek, en zeker deel 3, dat gaat heel erg over corona. Er zitten heel veel parallellen over corona. Ja, dat is heel erg grappig. Dat is niet, want zou het dan in die periode geschreven zijn? Of? Ik denk daarvoor of zo. Maar er zitten heel veel parallellen daarmee. En dat maakt het ook wel weer heel erg interessant. Dus het coronaboek. Daarom is het zo groen, denk ik. Spookpokken. Ja. Als een soort virus. Ja. Neemt het je gedachten over. Eigenlijk een soort Jumanji. Ik wil die film echt nooit meer zien, joh. Die is ook groen. Jumanji is heel veel groen. Dat zit in de jungle, begint het. Dit boek is ook groen. Ik denk ook dat na afloop kunnen we gewoon stellen dat Jumanji eigenlijk een Oscar verdient. Ik denk ook dat we deze aflevering gaan Jumanji moeten doen. Is er eigenlijk, is geen boek van, of is het wel gebaseerd op een boek? Geen idee. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Er zijn wel 3 films van inmiddels. Dus. Dat is eigenlijk een goede vraag voor de kijker. Is Jumanji gebaseerd op een boek? Wat denk je dat we dan moeten lezen? Is het boek beter dan de film? Altijd. Nou, oké. Maar dat was Nevermore. En het is echt wel iets, ik bedoel, als je aan begint, raak je verslaafd. Lijkt de grijze jager wel, weet je wel, of de leven van de loser. Je heeft wel de verslaving opgelopen. Ja, dat is wel echt die uniek, hoor. Ja. Dus, maar dat echt, en ik zit nu al echt aan popelen op dat volgende boek, maar dat moet waarschijnlijk nog een jaar of 2 wachten waarschijnlijk. Op de volgende pandemie. Ja. Dus we hebben 3 series aangedaan, eigenlijk alle 3 voor de bovenbouw. Zeker. Eentje is dus al ten einde pacing komen, de andere 2 die zijn nog volop in ontwikkeling. Ja. Dus als je op zoek bent naar een magische serie om te gaan starten, of dat je het wil aanbieden in je bovengroep, dus lekker zelf wil lezen, dan zijn dit 3 series die we even hier in de spotlight hebben gezet. Nou, ik wil even toevoegen dat ik bij Pacing Code niet zeker ben, maar dat ik kon nergens vinden dat de films over, dat de schrijfster Anna James heeft gezegd van dat zij meer ging schrijven over. Oké. Maar het was dus niet een verschrikkelijke open einde in deel 3. Nee, het was redelijk gesloten. Ja. Dus all rights reserved, zoals we dat zeggen. Pin ons er niet op vast. Nee. Wij denken dat die... We weten niet zeker of daar vervolg voor komt, van de andere 2 wel. Nee. Dus dit waren onze 3 serietips voor deze boekenflits. Want die boekenflits, daar doen we elke keer gewoon wat anders mee. Ja, want kan ons schelen. En kan ons het schelen. Creatieve vrijheid, dat is waar we voor strijden. En uiteindelijk komt het allemaal terug naar Jumanji. Hoe kom je daar nou bij? Nou, maar even serieus, die 3 boeken zijn wel echt wel goed. Dit zijn leuke series om te houdt van Harry Potter-achtige boeken, moet je die 3 gewoon eigenlijk gewoon eens proberen. Ja. Denk ik wel. Dus gewoon doen. Gewoon lezen. En dan zien jullie de volgende keer weer bij Boekflits. Hebben we al een beetje een idee wat voor thema we gaan doen? Jumanji. Goed dan.